Ja, het is rust. Ja, met heel veel stommen. Maar ik laat gewoon Pep uit hoor, hier op het veldje. Waar ik altijd sta. Ja, ja, want ik kan het gewoon niet aanzien, vrienden. Ik kan het gewoon niet verdragen. Ik ben een voetballiefhebber. Ja, jullie toch ook? En ga je toch niet naar dit zitten kijken? Naar dit Nederlands elftal? Waar slaat dit op? Ja, waar is de energie? Waar is de passie? Tot nu toe zit ik te kijken naar het WK. En ik geniet gewoon. Ik geniet elke dag. Ik vind het gewoon leuk. Wat denk je van Zuid-Korea? Wat denk je van Iran? Wat denk je van Ghana? Wat denk je van Canada? Allemaal ploegen die er echt voor gaan tot de laatste snik. En die strijden en die vreten echt het gras op tot ze groen poepen. Maar toch niet het Nederlands elftal. Die hebben hier toch helemaal geen zin in. Weet ik veel wat daar aan de hand is. Dat loopt maar een beetje weer te tikken. Alsof Frank de Boer daar weer op de bank zit. En niet weer van voor naar achter, van links naar rechts, van voor. Ja, dat is het gewoon. En kijk, als zij ons niet serieus nemen, dan neem ik hun toch ook niet serieus. Want dan ga ik er gewoon niet meer naar kijken. Want daar lijkt het gewoon een beetje op. Het is een beetje dit naar iedereen in Nederland, we zoeken het uit. Nou ja, en daarom kijk ik gewoon niet. Maar goed, ik heb nog wel een petje op. Ja, want dit moet natuurlijk wel geluk brengen. Want kijk, dat Qatar is natuurlijk een tweede klasse, weet ik veel. En ze kunnen net zoveel doelpunten maken als ze willen. En dat gaat dan gebeuren. En dat komt dan gewoon door dit mutsje. Ja, ja. Maar goed, vrienden. Net als jullie. Ik zet hem de volgende keer, zet ik hem gewoon weer op. En dan ga ik gewoon weer kijken. Want het is gewoon maar bidden en smeken. En hopen op betere tijden.